wordt vader. Dus wordt vader. Hoe geweldig nieuws is dat? En de vraag denken jullie af van Sander, hoe weet je dat? Nou, ik heb natuurlijk bij een jury gezeten van Special Media Award. De jury. En daar hebben super tof dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pas, zoals iedereen weet. Ik ben al een half uurtje of een uur wakker. En ben al richting werk, naar werk toe om lekker te werken. En elke keer als ik ga lopen, gaan mijn smart ook beginnen aan te geven dat ik aan het lopen ben. Dus, maar ja, dat klopt ook. Ik ga nu lekker richting mijn werk toe. Ga ik lekker werken. Zo. Hele druk weekend gehad. Leuke weekend gehad. En wat wel wat apart is, wat allemaal voorbij kwam in het Eindhoven en in Amsterdam, dat er rellen zijn geweest. Ik had de ene kant al wel verwacht. Ik ben benieuwd wat jullie mening van zijn, en want ik vind het eigenlijk niet kunnen, maar wel verwacht. Waarom verwacht ik het? Had ik het verwacht? Omdat ik weet hoe Nederland in elkaar zit. Hoe Nederland is. Dat is het punt. Maar we gaan nu lekker weer richting werk. Laat jullie maar mening en reactie achter. Wat jullie van vinden van jullie. Wat in Amsterdam en in Eindhoven is gebeurd. Dus laat me weten in de reactie. Ik ben benieuwd wat jullie meningen erover zijn. Zo, ik ben al onderweg naar mijn moeder toe. Want ik moet een paar brieven inleveren bij mijn moeder. Want met mijn... Ja... Gewoon even bij mijn moeder brengen. Dus ga ik dat doen. En daarna denk ik ook richting de winkel dadelijk ook nog. Maar wat is het lekker prachtig weer. De zonnetje schijnt. Al is het daar. Verderop rechts van me. Best wel behoorlijk. Bewolkt. Als ik zo kijk daar zo. En ik ben nou richting weer naar huis. En ik zit trouwens denk ik. Ik heb lekker gezellig bij mijn moeder ook nog. Ik heb een bakje koffie gedronken. Was even lekker. Nu lekker richting huis toe. Maar voordat ik als we nou toch onderweg lopen, heb ik wat ook trouwens al leuks te vertellen. Wat is al leuks? Het is al een tijdje al bekend, namelijk max een week, laten we zo zeggen. Al een week bekend, maar Teun Peters, voor mensen die hem niet kennen, van cameraman van Dylan Hagens, wordt vader. Dus Teun Peters wordt vader. Hoe geweldig nieuws is dat? En de vraag denken jullie af van Sander, hoe weet je dat? Nou, ik heb natuurlijk bij een jury gezeten van Special Media Award. Daar was Teun Peters ook de jury. En daar heb ik hem al mee gekletst. En sindsdien heb ik en Teun heel af en toe contact. En ik heb ook een beetje contact met de vrouw van Teun. En ik volgde haar op Twitter. En ik zag haar twitteren. Dus ik heb Sophie en zoals Sophie doet, zoals de vrouw van Teun en Teun zelf bericht gestuurd. Want ik zag dat de vrouw van Teun iets plaatste over een kind. Dus ik dacht, weet je, ik ga eens vragen of het echt zo is, want het leek een beetje op als tip van dat zij zwanger was. Nou, ik ben erop ingegaan, nagevraagd en een privébericht gestuurd via Instagram. En dat klopte, dat ze zwanger is. Dus zo vandaar dat ik naar heb gevraagd. En dat ik ook naar heb gevraagd aan Teun zelf. Of ik hier over mag hebben. En hier is het bewijs. En we gaan maar even oversteken voor dat vrachtwagen gereden. Maar, dus dat is het bewijs dus dat ik moet vertellen. Want ik wil wel dat ik bewijs heb. Dus het was heel leuk nieuws om te horen. Wie had dat gedacht? Super leuk voor Teun en voor zijn vrouw. En zijn vrouw heet trouwens Sophie. Oké, maar dit was een super leuk nieuws om te horen toch? En ik dacht dat het een buisje zou regenen, maar die bui is nu daar ze namelijk. En het lekker was super gezellig, lekker bakje koffie. Beetje bij kletsen. Beetje eigenlijk overal had met mijn moeder over Urk. Wat daar aan toe was en wat eigenlijk in Amsterdam en zoals Eindhoven is gebeurd. Ik vind het eigenlijk helemaal nergens als nodig. Oké, dat je demonstreren, dat is jullie eigen keus.
Dat zijn iedereen zijn eigen keus. Maar hoe het is gebeurd ongeveer, voor mij en mijn gevoel, vind ik het op die manier niet kunnen. Om een ziekenhuis kapot te maken. Om mijn teststraten kapot te maken. Ik vind wel van blijf van iemand anders spullen af. En vind ik onnodig en niet logisch om eigenlijk dat spullen kapot te maken. Maar ja. En ik kan het met mijn collega's wel. Maar ik vind. Misschien is dat door. Mensen dit deden, vermoed ik. Hè? Dus niet dat ik dat denk. Maar vermoed dat de politie waarschijnlijk te hard op heeft getreden. Dat daardoor een beetje. Uit de hand is gelopen. En dat hun, weet je, wij gaan ook nog een schijfje bovenop doen. En op die manier, dat het een beetje eigenlijk een mat kat en muis spelletje is geworden. En dat daardoor eigenlijk uit de hand is gelopen. Vind ik, daar heb ik vermoeden erover. Maar om dan ziekenhuizen en teststraten allemaal kapot te maken, vind ik schandalig eigenlijk. Geen woorden voor. Dus, maar ja. Laat jullie mening van mij over weten wat jullie ervan vinden. Maar over teststraten kapot te maken en de fik te steken. Of wat dan ook. Misschien hebben jullie niet. Jullie hebben vast weer nieuws ook al gehoord. Vind ik gewoon van schandalig. En dan ben ik weer thuis en ga ik nu lekker een bakje koffie weer zetten. En toen wil ik al gelijk vast helemaal vergeten te zeggen. Vind ik wel een beetje respect. En misschien vindt hij het leuk om te horen. Wil ik hierbij zeggen. Teun, ik wil jou in ieder geval. Alvast feliciteren met je kind of een dochter of een meisje, dus ben ik ook wel benieuwd naar, maar ik ben wel echt benieuwd naar en het zou leuk zijn als ik je kind kan ontmoeten of ik vind het wel leuk om als je kind kan ontmoeten, mensen kan zien in ieder geval. Maar ja, ik denk dat alle fans ook van Teun Peters willen, dat die ook dat vast willen. Maar ja, in ieder geval, ik ga nu even lekker wat koffie drinken. En lekker relaxen en lekker, ja, ik ga denk ik wel even nu even ontspannen, want ik heb nu ongelooflijk last van mijn teen. Dat is die teen, grote teen, waar ik juist een keer geopereerd aan ben. Dus als er een ontstoken teen, daar heb ik nu ook last van. En ik ben bang dat nu de andere kant van mijn teen ingegroeid is. Maar ik denk, maar ik heb ook vermoeden dat ik nu snel moet zijn om erachteraan te gaan, want anders gaat het gewoon fout. Dus dat het alleen maar erger wordt, om zo te zeggen. En dat wil ik gewoon niet hebben namelijk. Dus daar moet ik snel en mogelijk even achteraan gaan, denk ik. Ik laat even een keer iemand, ik denk misschien eerst even moeder na laten kijken of de begeleiding, denk ik. Dus ik ga even nu maar even kijken laten nemen eigenlijk. Zo, ik heb lekker een gesprek gehad met de begeleiding en lekker gegeten met de groep. En waarschijnlijk wel de laatste keer, want ik vind het zo best wel ongezellig eigenlijk. Maar ja, even nu, wat ik ga doen is lekker gordijnen dicht. Maar dan moet ik wel bij kunnen natuurlijk. Anders lukt het niet. Zo, hoppakee. En dan ga ik lekker slapen. Ik heb net lekker gezellig Rick op bezoek gehad. Wat super gezellig was. Maar ik ga nu klaarmaken om lekker mijn bed in te gaan en lekker slapen. Dus, ja. Oh, ietsje omhoog voor die prullen natuurlijk. Zo, ik ga nu lekker richting bed en lekker. Ik leg deze nog achter, zo. En dan klaarmaken om lekker mijn bedje in te gaan. Dus wat ik tegen jullie wil zeggen is, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. En vonden jullie deze vlog leuk, doe sowieso even een blauw duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zou het tof zijn als je beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in gewoon een hele vlog. Om 1 uur zeg ik hierbij, laters. Ik zat net zo te twijfelen en ik heb net met Sanne lopen en gezellig lopen bellen. En de bad natuurlijk ook zitten kijken. Zoals jullie weten, vanaf... nu, als jullie nu kijken deze vlog, is de avondklok ingegaan al een tijdje.